Ja, u krijgt zo meteen de gelegenheid om de vragen. Dus de president gaat nog, hij is nog niet klaar. En dan gaan we even een... Even kijken, wie had het woord gevraagd? Als eerste was lid Ranjit Singh, lid Venetiaan, lid Somoharjo, lid, wie was de ander? Lid Giriasina, Yogi, lid Brunswijk, lid Surjan, lid Duki, no? Heb ik lid Duki? Lid Duki. Lid Gayadin, lid Bofa, lid Brieveld, dat is het. Oké. Misschien kunnen we beginnen met lid Ranjit Singh. Het zijn interrupties, dus u bent nog niet klaar, president. Ja, ik wil u wel vertellen, lid Ranjit Singh, voor u begint. Dat in feite de spreektijd op is. Dus u moet heel kort en zakelijk uw interrupties stellen. Want in feite hadden we een tijd afgesproken. Maar het is belangrijk dat u uw vraag stelt. Ja, voorzitter. De president zei... Om te beginnen, voorzitter, wil ik uw aandacht vragen... voor iets dat gebeurd is vanmiddag hier... op het erf hier... dat een van onze parlementariërs... Ja, maar mag ik u vragen... bedreigd is? Nee, voorzitter, ik vraag mag ik geen namen noemen. Lid Ranjit Singh. We hebben natuurlijk een orde. We kunnen aan het eind eventueel besluiten dat we iets bespreken. Maar nu interrumpeert u de president. Dus ik verzoek u om eerst de president te interrumperen... om die zaken te doen. En als er iets bijzonders is... dan is het gebruikelijk dat u... hier nader de tafel en zegt er is zoiets, ik wil dat bespreken, dan kunnen we daarover praten. Maar laten we nu even de orde volgen en de interruptie over de redevoering van de president. Akkoord? Beginnen we opnieuw. Ja, voorzitter, ik laat het voor u en we gaan erover praten. Voorzitter, de president zei hier dat toen hij overnam, enorme problemen waren er, dat in 2009... de wisselkoers een gigantische sprong maakte, dat zijn zijn woorden. Ik wil hem erop wijzen om zijn cijfers op te slaan dat de toenmalige regering toch ervoor gezorgd heeft niet te devalueren. En met gepaste maatregelen toch door te gaan, dat is één. Twee, toen u overnam, was het, de bevolking was hetzelfde, de vraag was hetzelfde. De betalingsbalanssituatie was hetzelfde, was beter zelfs. De wisselkoers was haalbaar, voorzitter. Monetaire reserve ging op en op en op. Inflatie werd laag. Er was geen enkel reden om te devalueren naar onze mening. Dat is één. Twee, toen u in december hier kwam en ons vroeg om problemen die het financieringstekort dit land had, om het probleem op te lossen door de regering toestemming te geven, de mogelijkheid te geven, doordat wij die wet op staatsschuld zouden wijzigen. Wij hebben toen gezegd, geeft u ons de garantie dat u niet gaat evalueren, dan gaan we mee. U hebt die garantie niet gegeven, we zijn toen naar buiten gegaan. Ja. Wat is er gebeurd toen die wet is gekomen in die memorie van toelichting van die wet, kunt u nagaan. Kunt u lezen wat u geschreven hebt? Ja. U hebt geschreven kunt u afronden? Dat deze wetswijziging ons ruime mogelijkheden geeft om het financieringstekort in dit land op te lossen. Dat hebt u zelf gezegd, dat heb ik niet gezegd. Dat staat in die wet. Voorzitter, tweede zaak. De president zegt hier met betrekking tot een brug. Ik wilde graag van de president weten, wat was het aanbestedingsbedrag? Ja, is het contract getekend? Ranjit Singh, uw tijd is om. Voorzitter. Ja. Het is democratie. Ja, dat klopt. We hebben afspraken. Ja, lid Venetiaan. Voorzitter, het is duidelijk dat het bijzonder moeilijk is om hier een behoorlijk debat te voeren over de uiteenzetting en de beantwoording van de president. Het is er vooral op neergekomen dat wederom wij
een stroom van verdachtmakingen, beschuldigingen hebben gehoord. Waar wij naar uitkijken zijn de concrete cijfers. Ja. Welke schulden zijn betaald? Ja, zodat wij kunnen nagaan inderdaad of het schulden zijn die ervoor in aanmerking kwamen. Want er zijn ook schulden inderdaad die de vorige regering heeft bekeken en heeft gezegd, nee, die betalen we niet. Sommigen heeft de regering gezegd, we hebben al betaald. Laten we die concrete lijst bekijken. En voorzitter, zeer illustratief voor wat de werkwijze in de beantwoording van de president betreft, is de kwestie van de dienstplicht, de militaire dienstplicht. Komt er nou wel of komt er geen militaire dienstplicht? In de politiek kennen we de term wolgverhaal. We hebben een wolgverhaal gehoord. In het document Kruispunt staat er op bladzijde 14, laatste alinea onderaan, concreet, dat dus er komt een voorstel om vanaf medio 2011 militaire dienstplicht in te voeren voor jonge mannen en jonge vrouwen van 17 tot 26 jaar. Voorzitter, u hoort mij toch? Hoor u niet alleen, ik geef u wat meer ruimte. Ja, concreet, dat staat er. Dus wanneer gezegd wordt aan het college van het gaat er alleen maar om te herhalen wat er in de grondwet staat over militaire dienstplicht. Voorzitter, dit is een duidelijk voorbeeld van hoe wij hier die beantwoording hebben beleefd. Wij willen kijken naar de schulden, laten we de concrete lijst krijgen. En dan moet men ons niet verwijzen naar de minister van Financiën bij de begrotingsbehandeling straks, nadat men hier een propagandabetoog heeft gehouden. Wat die brug betreft, ja. Was er geld voor gereserveerd of was er geen geld voor gereserveerd? Tijd is al enige tijd om. Dus misschien kunt u dan het laatste vraag, woord zeggen. Niet waar, er is aanbesteed. Was de financiering geregeld? Want ja. Van al die grote plannen. Dank u wel. Is en blijft. Ja, dan hebben we het Somohadjo. Dank u wel voor de voorzitter. Ik ben blij met die onthullingen. Ja, die van de brug. Maar we hebben niets aan onthullen, voorzitter. Voor wat ik graag wil hebben, is er een onderzoek gepleegd. Ten aanzien van het bedrag van 20.500 naar 60.000. Tweemaal worden. Dat is erger dan fraude. Is er een rapport gemaakt? Zo ja, is het rapport ook naar de procureur-generaal gestuurd. Waarom, voorzitter? Omdat ik hier heb kunnen constateren, wanneer 1 vierkante meter in de fout zijn gaan worden, dan wordt snel een rapport gemaakt. Het rapport worden is door bij de PG. Is er een onderzoek ingesteld? Is het rapport gemaakt? Is het rapport naar de PG? Zo niet, dan beveel ik de regering aan om het rapport alsnog naar de procureur-generaal te sturen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel. Let Giria zien. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de president. Voorzitter, de president. Eén ogenblik, let Giria zien. We gaan opnieuw beginnen. Man. Ja, nu. Okay. Voorzitter, de president heeft het eerste ronde gehad over wat voor inspanningen er worden getroost om die criminaliteit onder controle te krijgen. Hij heeft aangegeven dat werkgroepen, veiligheidsgroepen allemaal bij elkaar komen, voorzitter. We leven een maand praktisch verder, voorzitter, en we zien nog steeds dat er gemiddeld elke dag een beroving is. Dat zien we nog steeds, we merken het gisteren nog. Ik heb niets gemerkt, voorzitter, laat me dit ervan zeggen, ik vraag de president ook niet om zijn plan, zijn veiligheidsplan in het parlement te bespreken aan het publiek. Dat hoort, dat kan niet. Ook comité-generaal, dat gaan genoeg mensen lekken. Laat het voor zichzelf houden. Wat ik wil hebben, voorzitter, het moet merkbaar zijn. Ik moet de politie op straat zien. Voorzitter, op nog geen 150 meter van een slachtoffer was de politie niet in staat met de auto te komen omdat ze die niet hadden. Dat vraag ik aan de president en zijn veiligheidsgroepen. Wilt u alstublieft die auto zetten? Laat me die politie zien. Dat werkt preventief, voorzitter. Dat wilde ik zeggen. Dank u wel. Laat er aan niet zien. Dan heb ik. Let Giria zien. Sorry. Let Jogi. Nee.
Lid Jogi. Nee, ik zei dank u wel, lid Ranjit Singh, maar ik bedoelde lid Girja Singh, lid Jogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, we zijn geen tegenstander van ontwikkeling. Maar het ligt ons vers in het geheugen, voorzitter. De wijze waarop de twee bruggen zijn gebouwd. Wat voor ellende. De wijze waarop de bruggen zijn gebouwd. Wat voor ellende dat deze gemeenschap heeft bezorgd, voorzitter. En wanneer de president hier aangeeft, voorzitter, dat onze kinderen en onze kindskinderen, voorzitter, moeten kunnen zijn in een Suriname waarin ze ambities kunnen waarmaken, voorzitter, verzoek ik de regering om niet op datzelfde spoor door te gaan, om niet te kiezen voor een stuk beleid waar voorkomens onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter, de generatie die zal moeten komen na ons, verpand wordt, voorzitter, dat kinderen die niet eens geboren zijn in dit land, voorzitter, aan handen en voeten worden gebonden door schulden en door overeenkomsten, voorzitter, die deze regering wil aangaan, voorzitter, alleen om een beetje naam te maken, voorzitter, dat deze regering grote projecten heeft gerealiseerd of wil realiseren, voorzitter. Wat koopt dit Surinaams volk ermee? Wat koopt onze komkomende generatie ermee, voorzitter? Ik wil een beroep doen op de regering, voorzitter. Een tweede punt, voorzitter. Ja, kunt u afronden. Ja, voorzitter. Dat is ten aanzien van sport en jeugdbeleid, voorzitter. Het ministerie is gehuisvest in een pand aan de Jagarlatmo-Latjonstraat, voorzitter. Wanneer je hier hoort de president, de manier waarop hij praat en pleit voor het beleid, voorzitter, vraag ik mezelf af of men bezig is dit volk knollen voor citroenen te verkopen, voorzitter, of men een verkeerde prioriteitsstelling heeft, voorzitter. Wanneer we zien dat het Riffenplein voor 2,6 miljoen gulden onderhands wordt gegund, voorzitter, dat deze regering, ik rond af, voorzitter, ik rond af, voor bijna 540.000 US dollars de komende 2-3 maanden alleen maar auto's heeft gekocht, voorzitter, dan zegt u me, u bent serieus van plan om jeugd- en sportbeleid in dit land gesteld te geven, voorzitter. Ja, dat heb ik lid Surjan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb in de algemene beschouwing, politieke beschouwing, begrepen dat de president gaat voor het ontwikkelen van productiesectoren, waaronder de agrarische sector. Mijn vraag is, heeft de president concreet, omdat het ontzettend urgent is, concreet informatie wanneer wij kunstmest kunnen verwachten in Nigeria? Hij had het de vorige keer in Sername Hindi aangegeven. Misschien kan hij dat wederom doen, of ik zorg wel voor de vertaling in Nigeria. Dank u wel. Ja, dank u wel. Lid Brunswijk. Doekie, rustig, rustig. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, de president heeft daar net ook aangehaald dat een bedrijf voor gewezen diensten in de afgelopen 10 of zoveel jaren 1, zoveel miljoen US dollar is goedgekeurd. Mevrouw de voorzitter, toevallig heb ik ook gezien dat, of laat me dat zo stellen, is het mogelijk dat wanneer iemand zegt voor gewezen diensten voor 10 jaar dat die man de ministerraad kan goedkeuren 1,5 miljoen alleen zonder onderliggende stukken? Dus dat wil ik wel weten. Omdat wat ik ook weet is dat wat betreft de 1,6 miljoen voor diensten gedurende 10 jaar hebben we ook gelezen ter ontsluiting van het binnenland zijn ook vliegvelden aangelegd. Zijn ook woningen gebouwd. Dus een aantal dingen zijn inderdaad gedaan. Of het wel de totaal bedrag is, weet ik niet. Maar in ieder geval heb ik gezien dat het niet zo is dat gewoon uit het hoofd mensen van kijk, hier is 1,6 miljoen. Omdat de bedrijf inderdaad, ik heb die documenten ook bestudeerd, nadat
mevrouw Boudou had gezegd van geleverde diensten binnen 10 jaar. U bedoelt de minister van Financiën. Minister van Financiën, ja. En mevrouw de voorzitter, wil u zeggen dat ik heb gekeken. Maar inderdaad zijn wel onderliggende stukken waarin blijkt dat die meneer inderdaad heeft gewerkt. Of het bedrag klopt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is er wel diensten geleverd. Ja. Dat is jouw hoofdpijn. Dank u wel. Le Duki. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wilde via u aan de president vragen of een onderzoek ingesteld kan worden. Hij heeft over de bruggen gesproken. En ik wil graag ook weten hoeveel de weg van Zuid-Drien, Nieuw-Nikeri Zuid-Drien, heeft gekost. Bij de raming, toewijzing, origineel was dat, voorzitter, via u aan de regering, 14 miljoen. Alleen voor het aanbrengen van meubilair, een paar dagen voor de verkiezing, is het verhoogd naar bijna 30 miljoen euro. Dus die weg zelf, de constructie, asfalt klaar, compleet, 14 miljoen bij de inschrijving. En nadat die weg was opgeleverd, wordt reden al erover, meer werk, is het tot 30 miljoen ongeveer. Dus dat moet ook onderzocht worden. Daarnaast, ik had wat andere zaken hier naar voren willen brengen, maar ik wil ook... Via hier, de berichten zijn binnengekomen, voorzitter, dat de MV Susi in Venezuela, ik ga het aan u geven, op dit ogenblik bezig is te laden en dinsdagochtend is 2500 ton mest binnen. De hele documentatie is hier en... De Nigerianen worden gerustgesteld en ik kan u zeggen dat er niet meer zoveel gewoekerd zal worden, $300 en $400 per ton. Voorzitter, daarnaast wil ik ook iets aan de regering meegeven en zeker de minister van HI. Ja, dat, kunt u afronden, Duki? Voorzitter, dat hier een maand terug de dieselprijs met ongeveer 3 centen was verhoogd en een lid aan de overzijde had zo een poeha van gemaakt en zelf gezegd er wordt geschoten daar ergens aan de Toertonnenlaan stemmingmakerij. Zelfde lid heeft hier afronden. Gezeten en afronden, want ik had meer te zeggen. We hebben hem niet gehoord toen de dieselprijs met 40 centen omlaag is gegaan. En dan vraag ik via u weer aan de regering. Wat doet de regering, president? Wat doet uw minister van HI om direct de prijzen die omhoog waren terug te draaien? Via de voorzitter. Ja, ik zei via u. Via u, voorzitter. En ik vraag ook voor de verkiezingen toen de dollarprijs op de zwarte markt 3,55 was... En ja, voorzitter, ik ga afronden. Voorzitter, ik ga afronden. En de prijzen omhoog zijn gegaan, zijn die prijzen daar blijven hangen. Deze regering heeft de officiële koers gebracht op 3,35 en de prijzen zijn weer verhoogd. En ze verhogen telkens. Wat doen dank wij? Duki. Voorzitter, ik ga afronden. Wij moeten via u aan de regering vragen ook straks dat aan te pakken. En dan zult u zien wie de mensen zijn die staan achter zulke zaken. Ja, dank u. Duki, u bent klaar. Even niet, Lid Duki. Okay. Ja. Ik heb u net zoveel ruimte gegeven als Lid Venetiaan. Ik had Lid Gayadin.
Voorzitter, bedankt. Ik zal heel kort proberen aan te geven. Ik zal niet herhalen omdat ik geen tijd heb. Wat de president gezegd heeft via u, voorzitter. De president zegt, geeft een exposé over de ministers, de ambtenaren. Dus daarmee geeft hij de ministers een predicaat van ongeschiktheid. Dus wat gaat de president daaromtrent doen? Wanneer de president hier aangeeft dat vreemde manieren uit staatsgas middelen verdwenen zijn, worden in die strekking. En de president zegt dat hij corruptie wil uitroeien. President, we zijn niet hier om grappen te maken. Er is gevraagd, laten we niet met geruchten hier komen. Laten we met onderzoeksrapporten komen. We hebben hier in dit parlement, ik heb handelingen bekeken, voorzitter, toen de twee grote bruggen werden gebouwd, hoeveel corruptie er gepleegd is. Hier in uw parlement is het gezegd geworden. U hebt dat zelf, ik hoef niet te herhalen, anders daar heb ik geen tijd voor. U geeft aan dat u een nieuwe methode wil gebruiken om die megaprojecten uit te voeren, president, via uw voorzitter. U geeft aan dat er methodes zijn om dan wel het verpanden, dan wel op de kapitaalmarkt met uw voorraden te gaan. President, het gaat niet om methode. We zijn niet in een autoritaire staat. Het gaat erom, laten we over die methodes bespreken. Laten we dat bespreekbaar maken. Daar gaat het om. Wij leven in een rechtsstaat. We kunnen wel verschillen van mening, ja, president. Maar we leven in een rechtsstaat. En dan willen we weten welke richting we opgaan. U kunt niet algemeen blijven en algemeen dat aangeven, terwijl we niet weten. Wij als parlement zijn controlerend orgaan. En daar willen we onze taak, zoals het volk ons hier heeft geplaatst, ja, uitvoeren. We willen geen grappen hier maken, president. Daar gaat het om. En laten we met betrekking tot corruptie, voorzitter, ik rond af. Laten we serieus zijn, president. Als mensen opgesloten moeten worden, al is het binnen mijn coalitie, al is het waar dan ook, laten we het doen. Anders gaan we nooit tot herstel komen, president. Ja. Ja, dan hebben we het BOVA. Dankjewel, voorzitter. Mijn collega's was de dreuvel en de zuur, voorzitter. Maar toch wel twee vragen, voorzitter. Omdat de president hieruit een heeft gezet waar we bijna van achterover zijn gevallen. De bedragen die worden, op de salarissen die worden getoucheerd in onze staatsbedrijven, voorzitter, bedragen tussen 12.000 en 300.000 US per jaar, voorzitter. En als we die analyse maken, voorzitter, en meetrekken in die hele discussie die er nu plaatsvindt bij een staatsbedrijf over de winstdeling, dan weten we dat er geen duidelijkheid en zeker geen eenduidigheid is met betrekking tot wat wij doen binnen de staatsbedrijven, wat er daar gebeurt. Want andere staatsbedrijven die krijgen nou wel winstdeling. Andere staatsbedrijven, waar ik ook zelf nou betrokken was, voorzitter, met alle begrip geen winstdeling, voorzitter. Dus mijn vraag is, wat is de visie van de regering met betrekking tot de staatsbedrijven? We hebben een aantal staatsbedrijven die onze staat meer kosten dan opbrengen. En wij weten dat in een moderne tijd wij zeker moeten kijken naar een stukje privatisering van deze zaken. Dus ik wil graag vernemen, wat gaat er gebeuren met de verlieslatende staatsbedrijven waar wij nog salarissen moeten subsidiëren, ik denk aan de SMS. En andere staatsbedrijven die totaal niets opbrengen, voorzitter. Ik denk dat in modern bestuur wij van deze zaken moeten gaan afkomen door middel van privatisering en andere vormen. Dat is één. Twee korte vragen, voorzitter. We hebben hier gehoord
wat er gebeurt met bruggen, met palen, etc. voorzitter. We weten dat het zaken zijn die niet goed zijn. En we hebben allemaal hier afgesproken een strijd tegen die corruptie. Nou, als we weten dat er een brug wordt neergeteld van 25 miljoen naar 60 miljoen, voorzitter, dan moeten er maatregelen getroffen worden. En in het verlengde van wat is naar voren is gebracht door mijn voorganger, moeten wij één de onderzoeken laten plaatsvinden en de mensen de bakken inschuiven, voorzitter. Want dit kan niet. Wij kunnen niet langer die corruptie toelaten. En we gaan het niet erg vinden dat er ambtenaren zijn en politieke ambtsdragers zijn die op basis van wat zij hebben misdaan, ja, naar huis worden gestuurd. Dat is duidelijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, en Lijkt mevrouw Weidenbos. Ja, voorzitter. We hebben een heleboel beschuldigingen gehoord van de president. De president heeft tussen de beschuldigingen ook nog een beetje de lolbroek proberen uit te hangen door grappen te maken, voorzitter. We hebben verder een klaagzang gehoord van er is geen geld, er is geen geld. Ik denk dat we gevraagd hebben om inzicht te krijgen bij de parastatale bedrijven, eventueel ook de salarissen. Ik heb persoonlijk geen problemen om een directeur die grote winsten binnenbrengt, een bepaalde omzet heeft van een bedrijf, om die gewoon goed te betalen. Daar heb ik geen moeite mee. Alleen moeten we nagaan of dat niet exorbitant is. En u heeft een nieuwe raad van commissarissen volgens mij overal bij alle bedrijven ingesteld. Dus we horen wel wat de stand van zaken is. Ik zou graag van u willen weten dat als er al moeite geweest is door de vorige regering om per jaar 2 lichtingen van vrijwillig aandienende personen voor het Nationaal Leger, om daar een militaire training te krijgen, waarbij we steeds in het parlement vroegen, laat de lichtingen 3 worden, laat ze 4 worden. Als er toen al moeite was om financieel deze lichtingen onder te brengen, hoe denkt u dan de dienstplicht in te voeren voor alle jongeren tussen 17 en 26 jaar? En verder, voorzitter, ik wil de regering vragen om nou te stoppen met de aankoop van voertuigen en ertoe over te gaan om de huiswerkbegeleiding voor kinderen. Het is een zeer ernstige zaak, voorzitter. Als u geen geld heeft om huiswerkbegeleiding voor kinderen te betalen. Het is een zeer kwalijke zaak, voorzitter, als er geen gelden ter beschikking gesteld worden aan de minister van Jeugd- en Sportzaken. Een ministerie waar u zelf achter staat, zeker wat sport kunt u aangaat. Afronden, mevrouw Weidenbos. Hoe is het alweer zover, voorzitter? Laat me dit nog zeggen. In elk geval, het ene ding wat ik ken van de president, wat hij heel goed gedaan heeft, is sport. Voorzitter, dat er geen gelden beschikbaar gesteld worden aan het ministerie van Jeugd- en Sportzaken. Dat alle activiteiten van uw jeugdparlement, voorzitter, president via de voorzitter, uw jeugdparlement, de parlementariërs die daarin zitten, uw parlementariërs, jeugdparlementariërs, dat er geen enkele activiteit van ze door kan gaan, omdat er geen geld is. Ja. Daarom zeg ik, stopt u met voertuigen, stopt u met pingen van voertuigen, stopt u met kantoren beter inrichten, stopt u daarmee en zorgt u ervoor dat het jeugdparlement haar activiteiten kan uitvoeren. Dank u wel. Ik heb geen enkele brieven. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank de president voor zijn uiteenzetting. Een paar vragen. Eén is dat er gesproken is over het langdurig wachten van mensen voor een uitspraak bij de rechterlijke macht. En ik weet dat er radioopleidingen waren en de president zegt waarschijnlijk heeft het te maken met een tekort aan rechters. Het zou dus voor mij is het belangrijk om te weten waarom de radioopleidingen niet doorgaan, zodat we in de toekomst nog veel minder opstoppingen en wachtlijsten zullen hebben met betrekking tot de rechterlijke macht. En verder wil ik de president vragen om ook na te denken, misschien
over de toekomst met betrekking tot de overdracht van zaken van regeringen, dat er modellen ontwikkeld worden hoe zaken op een correcte wijze kunnen worden overgedragen, waardoor we niet achteraf allerlei berichten horen over zaken die misgegaan zijn tijdens de vorige regering. Ik denk dat het op zijn plaats is als daarover zaken helder en duidelijk in place worden gesteld. Dus standaardisatie van hoe vindt overdracht plaats en op welke manier weten we precies wat er gebeurt. Overigens wil ik ook graag een overzicht hebben op papier van de bedragen die genoemd zijn, zodat we inderdaad daarmee aan de slag kunnen. En tenslotte wil ik de regering vragen, via u natuurlijk, mevrouw de voorzitter en de president, om toch ook extra te letten op het gunningenbeleid en de aanbestedingen, juist omdat de zaken die hier genoemd zijn vandaag toch ons ook ja, een beetje laat rillen. Hè? En we vragen ons af, hoe is het mogelijk dat zulke dingen gebeurd zijn? Nu, ik wil deze regering vragen, wees u transparant met betrekking tot uw aanbestedingen, uw gunningenbeleid. Laat er geen onderhandse gunningen plaatsvinden en geen uitzonderingen. Maar laat de hele samenleving helder weten wanneer u zaken aanbesteedt. Want anders overkomt u hetzelfde. En dat is wat ik niet graag zou willen voor u. Dank u. Dank u wel. Let me see, Gaba. Ja, voorzitter. Een van uw leden heeft beschuldigd dat er propaganda hier wordt gevoerd. Ik weet niet wat ik zou moeten zeggen voor het betoog van uw laatste vrouwelijk lid dat gesproken heeft, voorzitter. Maar goed, mijn vraag die ik wil stellen, voorzitter, is de staatsbedrijven, de parastatale bedrijven die verlieslatend zijn, wordt er dan toch betaald, die grote bedragen die wij hebben gehoord, voorzitter? Want u weet dat de zaak van de staatsbedrijven, parastatale bedrijven, dat toch iets is waar ik in elk geval in deze regeerperiode, ik hoop dat het me lukt dat we toch lijn krijgen in de zaak, voorzitter. Het kan niet zo zijn dat de bedrijven die staatseigendom zijn, eigendom zijn van de gemeenschap, door de manier hoe het beleid gevoerd is in de achter ons liggende periode, en ik verwijs niet naar een specifieke regering, dat de zaken, het lijkt erop of een klein deel, voorzitter, de topmanagers en gewoon eigenaar zijn van de zaken, voorzitter, en we weten dat de, hoe noem je die commissies, die raden van een commissarissen, voorzitter, dat die ook meespelen en dat gewoon de tegoede van deze gemeenschap, en ik ga het woord beroven niet gebruiken, voorzitter, maar het voelt niet goed aan. En daarom vragen we dat er beleid wordt gemaakt, voorzitter, om de zaak van de parastatale bedrijven die staatseigendom zijn, gemeenschapsgoed zijn, dat die in lijn worden gebracht, voorzitter, met wat als aspiratie van de samenleving kan worden gecategoriseerd, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De slot gegaan. Ja, binnen de tijd. Dan hebben we de interruptie gehad, president. Als u reageren wil, dan is nu het moment. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat de essentie van het verhaal is dat we, het is geen zins, zoals iemand vertaalt, onderuit halen van de ministerie, van de minister. Het is van wat er overgebleven is van ons staatsapparaat. Ik geef u een inzicht in waarmee we te doen hebben om dit land, het mechanisme waarmee we dit land moeten gaan draaien. En het kan waarschijnlijk bij sommige mensen gewoon erin en maken er grappen over. Maar laat me u zeggen, we staan niet meer op het kruispunt. We hebben een pad ingeslagen waarbij we de zaken anders moeten gaan doen in het land. En vanuit het kabinet proberen wij natuurlijk de structuren, zeker wat betreft de megarichtingen, aan te geven
en de ministers erbij te betrekken, omdat een aantal van, laten we zeggen, het apparaat waarmee ze moeten draaien totaal niet functioneert. Met betrekking tot de kwestie van de dienstplicht. Het is natuurlijk niet zo dat we proberen te interpreteren of ieder die tussen zo'n leeftijd en zo'n leeftijd zal de dienst ingaan. We hebben juist aangegeven, en het is normaal in de wereld, dat men vaak een bepaald percentage van hun jongeren door die molen van de dienstplicht willen hebben. Eén van de zaken is om discipline. Twee is dat er mogelijkheden zouden moeten zijn binnen het apparaat om geschoolde lui terug te voeren naar de gemeenschap. Maar bij het benaderen van het vraagstuk heeft men het constant over militaire dienstplicht, militair. Het valt onder de wet, onder die wet. En we zullen proberen om binnen die wetgeving natuurlijk, zullen wij proberen om het optimale eruit te halen. Misschien zou er een discussie gevoerd moeten worden van welk percentage van jouw budget wil je daaraan besteden? Die discussies zijn bekend in andere landen. Welk gedeelte daarvan weer is los van de harde militaire training, wordt overgelaten aan of het nou vaklui zijn of ICT-deskundigen of mensen die worden klaargemaakt voor hulpprogramma's. Ik denk niet dat het beeld moet zijn dat we een groot militair apparaat hier willen hebben om te gaan vechten tegen weet ik veel wie. En ik vind dus de vraag van het via u achterlid Venetiaan terecht, dat wij inderdaad ook met die cijfers daadwerkelijk op tafel zullen moeten komen bij de, en dat hebben we ook aangegeven, bij de komende begrotingsbehandeling. Wat ik heb geprobeerd te doen met u is om u te wijzen op een stuk werk dat we hier te doen hebben met elkaar in het land. En vaak is het zo dat je met een stuk harde realiteit te doen hebt die je wel om de zoete vrede niet helemaal op die manier zou moeten etaleren. Maar ik geloof dat die tijd voorbij is, want uiteindelijk, mevrouw de voorzitter, weten we allemaal hoe het voorstaat in zijn algemene met het land. En ik denk, en wat ik probeer te doen, vanaf de eerste dag dat we de verantwoordelijkheid kregen, om mede Surinamers te informeren en aan te geven van het kan anders in dit land. En wij hebben de ruimte nu met elkaar om die verbeteringen aan te brengen. Om die correcties aan te brengen. Om dit land op een hoger plan te gooien. Wanneer mensen dat willen zien als grappen maken en propaganda, dan vind ik het jammer. Ik ga daar verder ook niet op ingaan. Want we zijn niet op het podium om daarop in te gaan. Ik denk dat we begrijpen waar het om gaat. Ik denk dat wij op dit moment in dit tijdsgebrek van de historie, ja, uw voorzitter,
hebben we een zeer bijzondere job te doen. En het kan. En het gaat lukken. Ik ga niet in op, met uw toestemming, op vragen van mensen die ons komen uitleggen dat wij natuurlijke hulpbronnen willen gaan verkopen aan het buitenland. Het is heel moeilijk om te praten met mensen die, als mensen elkaar niet begrijpen, laat me het zo eenvoudig zeggen. Maar ik kan u zeggen, het is een heel bekend systeem. We hebben nu onder andere opdracht gegeven aan de mensen van Staatsolie. Check een deel wat we hiermee kunnen doen. Omdat we moeten inventief genoeg zijn om wat mama Sardang ons gegeven heeft, om dat ten nuttig te gebruiken voor de ontwikkeling van het land. En soms is het zo, zelf zo, voor die meneer die geweldige vraag gesteld heeft, dat u inderdaad, wanneer u kunt aantonen dat die reserves, het, ja, prima, een persoonlijk feit. Lidjogi, persoonlijk feit. Lidjogi, persoonlijk feit. Kunt u uitleggen? Kunt u even uitleggen wat het persoonlijk feit is? Voorzitter, ik heb hier naar aanleiding van wat de president heeft aangegeven, voorzitter, over het model en de conceptie die er bestaat bij de regering om grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen te verpanden, voorzitter. Ik heb vragen gesteld, voorzitter. En wat is het probleem? En de manier waarop de president hier tekeer gaat, voorzitter, en u beschermt ons niet aan deze kant, lijkt het alsof, voorzitter, wij aan ons lot zijn overgelaten. Toch? En ik vind het niet netjes van de president, voorzitter, dat de president hier op deze manier bejegend mij, voorzitter, omdat ik die vragen gesteld heb, voorzitter. Ik heb het recht als parlementariër hier in dit college, voorzitter, om te praten en zaken die het volk bezighouden, voorzitter, dat hier aan te kaarten, voorzitter. Ja, en wanneer deze recht. Steeds er een conceptie is, dat, voorzitter. Dat is uw persoonlijk feit? Ja, voorzitter. Oké, u heeft dat recht. En niemand kan u dat recht ontnemen. De president heeft antwoord. Dus ik denk dat we de president vragen om de leden zo neutraal mogelijk te antwoorden, zodat ze geen reden hebben ook om zich niet beschermd te voelen en persoonlijk feit te vragen. Lidjogi, we hebben u begrepen. Ik denk dat het duidelijk is. Ja, president. Voorzitter, het woord. Voorzitter, met alle respect, het woord natuurlijk. Want eerst hoor ik bedreig mensen, terwijl ik probeer uitleg te geven. Als de man nooit van zijn leven heeft gehoord van proof of reserve, wat moet ik daaraan doen? President, gaat u door. In de afgelopen tijden. Neutraal mogelijk uw antwoorden te geven. In de afgelopen tijden hebben we nooit de man die de vraag gesteld heeft. Ik heb het over de mensen die dit zouden moeten kunnen weten. Ik heb het over de man die de vraag gesteld heeft. Dus nee. Er zijn andere manieren, want het is altijd die geëikte vraag van, ja, maar hoe ga je die huizen bouwen? Ja, hoe ga je die weg aanleggen? Enzovoorts. President, u moet doorgaan. Voorzitter. U moet doorgaan, president. President. Voorzitter, ik heb u gezegd. U bent bezig te antwoorden, gaat u verder. In augustus beginnen we. Ik heb u aangegeven, in oktober starten met een aantal projecten en DNA heeft het recht om te vragen aan de financiële autoriteiten
hoe dat verder zit. Of het nou de Brugwoorden Carolina is, of noem maar op, we starten. En want het wordt heel erg moeilijk om zaken uit te leggen aan mensen die niet kunnen begrijpen dat het ook anders kan. Het wordt heel erg moeilijk voor mij om die woorden te vinden, voorzitter. Want... Goed. President, gaat u door of bent u klaar? Heeft u afgerond? Voorzitter, laat me hiermee volstaan. Voorzitter. Ja, gaat u gaan? Ja? Oh. Ik zeg wel hiermee volstaan, de kwestie van... U bent klaar. Ja, ik zeg wat mij betreft ben ik klaar. Oké, goed. Dan hebben we het einde bereikt van de tweede ronde. We zouden voor nog de president. De techniek heeft ons toen in de steek gelaten. U heeft een vraag gemist, mevrouw Weidenbos. Mevrouw Weidenbos. Mevrouw Weidenbos, u heeft een vraag gemist. Nee, we gaan die ronde niet herhalen. Laat me het anders inpakken. Want misschien is de president hem nou een beetje boos. Dus ik ga het anders zeggen. Huiswerkbegeleiding, voorzitter, mag niet gestopt worden. Maar mevrouw Weidenbos, we zijn met algemene politieke beschouwing. Nee, maar de president is zelf op bepaalde detailzaken ingegaan, voorzitter. Goed, stelt u snel die vraag en dan... Ja, laat de president me antwoorden. En ook het geld voor het ministerie van Jeugd- en Sportzaken. En ik heb nog iets van uw sportactiviteiten gezegd, dus u hoeft niet boos te worden. Maar is er geld voor sport, is er geld voor jeugdactiviteiten van uw jeugdparlement? Ja, dank u wel. President. Nee, Ledoekie, de president is weer aan het woord. Ledoekie. Mevrouw de voorzitter. Ik geloof dat we hier kunnen spreken van boos zijn. Ach, in die tijd ben ik al ontgroeid. Maar inderdaad, de vraag is concreet. Jullie moeten middelen. Jullie als regering moeten middelen vrijmaken voor de kwestie van de jeugd. Het is besproken. De precieze zaken die afgesproken zijn, dat kunt u wel bij de begrotingsbehandeling vragen. Wel zijn er een aantal zaken. Het is niet alles wat aangevraagd was. Is dat weet ik nog wel, maar een deel is wel. Ik ken de discussie nog met de vicepresident en de minister van Financiën. Dus het heeft meer als onze aandacht, omdat we de plaats van de jeugd, zoals geformuleerd, toch wel duidelijk is. Ik weet niet of er nog iemand... Nee, we zijn klaar, president. Zijn klaar. Dus als u rond... Nee, u had een vraag nog die nog... Nee, president. President. Oh, sorry. Ja, de ronde is, als u klaar bent, is het sorry, afgelopen. Nee. Ja. Voorzitter, ik wil alleen... Ik heb hier een vraag van, Ik ben niet klaar. Ik zou klaar zijn wanneer het filmpje klaar nog? Is. En we hebben... De techniek had ons een beetje in de steek gelaten. We hebben het handig opgevuld. Ruim 6 uur tussen de... Ja, vorige keer 4,5. Zes en een half uur gesproken. En ik denk... Het gaat erom om de essentie van het verhaal van 6 uur, om het in 4 minuten weer te geven. En ik vraag u daar alle... Ja, het is dus in feite een stukje beleid, zo wat we gaan zien. Geen beelden, bijvoorbeeld van films uit het buitenland. Of zo. Het gaat om beleid. Nee. Ik moet even vragen, president. Het gaat dus om beleid. Het gaat om beleid. Jawel. Ja, laten we dat zien.
Amara is het motto van de regering, Bouterse Amara. Samenwerken en krachten bundelen van individuen en organisaties om zo te werken aan het hoofddoel van de regering, de ontwikkeling ten behoeve van de vooruitgang van elk jaar. Vooruitgaan kunnen we zeker als we kijken naar de krachten van ons land. We hebben dus waterbronnen, we hebben zuurstof, we hebben olie en waardevolle natuurlijke hulpbronnen zoals goud, bauxiet en diamant. Deze regering is van plan haar natuurlijke voorraden aan te wenden ten behoeve van de hele bevolking. Samen met andere Zuid-Amerikaanse landen zal Suriname de komende decennia een belangrijke rol in de internationale handel gaan spelen. Maar daarvoor moeten er investeringen gepleegd worden, zodat we daadwerkelijk de voedselschuur van de regio kunnen worden. De investeringen die aangetrokken worden, zullen enerzijds voortkomen uit de internationale contracten, maar komen anderzijds uit onze eigen efficiëntie. Bijvoorbeeld door de ordening van de parastatalen. Met het totaalbudget dat dan ontstaat, kunnen we actief gaan zorgen voor het opzetten van eigen productie, het verbeteren van onze gezondheidszorg, het ontsluiten van onze infrastructuur en het bieden van een dak boven het hoofd van een ieder. Suriname is er. Deze regering wil ieder daarvan laten profiteren. Deze regering doet dat door te investeren in sociaal welzijn. Ons human capital is de belangrijkste bron van groei voor het land. Daarom zal deze regering investeren in huisvesting, onderwijs, duurzame werkgelegenheidsscheppende productie en veiligheid van burger en milieu. Zodat alle individuele talenten kunnen bloeien en ons land uiteindelijk mee zullen helpen groeien. De ambitie is om over de grens te kijken en Suriname daadwerkelijk deel te maken van de wereldeconomie. Maar als we mee willen doen op het wereldtoneel, betekent het dat we eerst ons huiswerk moeten doen en ons eigen huishoudboekje op orde moeten hebben. Dat betekent onder andere dat we de balans tussen rechten en plichten gaan herstellen. We gaan iedereen aanspreken op hun burgerverantwoordelijkheden zoals de belastingverplichting. En zullen overstappen op een belastingsysteem waarbij de gebruiker betaalt. Elke burger betaalt zo mee voor de diensten die zij geniet. Pas als er inkomsten zijn, kan de overheid haar publieke functie vervullen en ook sociaal zwakkeren bijstaan. Een van de pijlers is ook het verlichten van de ouderen door de AOV te verhogen en met de verhoging van kinderbijslag ervoor zorg te dragen dat onze toekomst van morgen wordt bijgestaan. De groepen die tot op heden buiten de boot vielen, zullen worden geactiveerd door hen kansen te bieden voor arbeid en educatie, zodat men zichzelf kan ontwikkelen. De overheid wil overstappen op een prestatiegerichte cultuur, maar begrijpt dat zij daarvoor eerst zelf de condities moet scheppen. Daarom willen we concreet werken. Bezuinigingen zijn nodig om ons land weer in productiesnelheid te krijgen. Dat betekent dat we de overheid weer beheersbaar willen maken door met minder mensen evenveel werk te doen. Door de ordening van bureaucratische systemen en instanties. En door de aanpak van de informele activiteiten op overheidskantoren. Omdat wij vinden dat mensen niet moeten zitten maar bewegen. Mensen niet moeten stagneren maar groeien. Dat mensen niet moeten, maar dat mensen willen. Jammer. De regering gelooft in onze natie en wil actief investeren in haar groei. Daarom zal de regering contacten leggen met landen en investeerders die onze groei duurzaam kunnen versterken. Actieve participatie binnen de CARICOM en de UNASUR moeten daarbij nieuwe groeimarkten van onze lokale ondernemers genereren. De regering nodigt elke Surinamer waar ook ter wereld uit om zijn of haar bijdrage te leveren. We geloven in de versterking van de nationale eenheid. Daarom zullen we investeren in ons human capital door te investeren in huisvesting, onderwijs, duurzame werkgelegenheidsscheppende productie en veiligheid van burger en milieu, zodat iedereen de randvoorwaarden kan genieten om zelf te groeien, om mee te groeien en om Suriname te laten groeien. Rokonanga Makandra, samen vooruit! Ja, dat hebben we gezien. Nee, dames en heren, we zijn niet in het Engels parlement. President, dus nu bent u klaar. Dank u wel. Ja, ik heb zelf even een ordepunt voordat u ermee komt. We hebben onderling in huishoudelijk verband wat afspraken gemaakt, maar we hebben die niet met de regering nog gemaakt. Dus laten we dat net als wij zelf hadden, zal ik afspreken dat ik afstem met de regering over de kwestie van het gebruik van de media. En dat is, dat wil ik alleen aangeven. U heeft een punt van orde. Ja, mevrouw Edenbos, wordt dat ondersteund? Ja. Ja, voorzitter, de moderne
communicatie. We hebben geen problemen. Wel moeten we kijken of dit past binnen de afspraken die we gemaakt hebben in het parlement. Maar om even te kijken naar een filmpje, dat is geen probleem. Maar, voorzitter, is het de bedoeling dat wat hier gepresenteerd is, deel van de handelingen zal zijn? Nee, dus het is gewoon een filmpje, leuk gezien. Je kunt het beschouwen als informatief materiaal. Nee, maar weet u waarom ik het vraag, voorzitter? Omdat zaken aangehaald zijn hier en ik wil de regering ook toetsen erop. En ik wil nagaan of de regering zich houdt. Ik vraag, voorzitter, ik ben helemaal niet mee eens dat voor senior burgers mensen zo lopen. Want eigenlijk is de president ook een senior burger. Ik ben ook een senior burger. Maar ik loop niet zo. We hebben u begrepen, mevrouw Weidenbos. Laat me. Ja, mevrouw Weidenbos. Ja, we hebben het begrepen. Ja, voorzitter. Dus. Nee, voorzitter, nog een vraag. Bestaat er een serieus, voorzitter. Bestaat er een mogelijkheid om wat we gezien hebben te kunnen omzetten, dat we het in handelingen hebben? Ik weet niet hoe, hoor. Ik ga u daar. Ja, laten we kijken of we een oplossing hiervoor kunnen zoeken. Lid Venetiaan, dat was mijn punt van orde. Wij hebben met elkaar intern afspraken gemaakt. Wij hebben geen afspraken gemaakt met de regering. Dus we hebben gezegd, dat gaan we doen. Dus dat is de reden waarom ik u dat direct heb gezegd. Lid mevrouw Weidenbos zegt goed, we hebben de film gezien. Wat voor status heeft het? Mogen we het nemen als formele mededeling van de president, zodat we de regering eraan kunnen houden? Ik denk dat de president in het begin heeft gezegd, ik heb hier 6 uren gesproken en wat ik heb gezegd is alleen samengevat. Dus ik heb er naar gekeken en inderdaad, de dingen die hier zijn gezegd zijn in veel meer detail inderdaad gewoon gezegd met woorden en in antwoorden op vragen en statements van de president. Maar we zullen met de regering in overleg treden over sowieso het gebruik van de media en welke status dat dan verder heeft. Dat zullen we dan ook verder in onze huishoudelijke vergadering bespreken. Dank u wel, president. Dat was dan de tweede ronde voor de regering, de president.